Hey, goeiedag. Ik wil jullie meenemen naar iets nieuws wat ik heb gemaakt. En ik heb jullie hulp daar eigenlijk voor nodig. Hulpvraag 1. Ik heb een nieuwe e-mailadres aangemaakt voor alle vragen. Dus als je zegt van hey, ik zit daar en ik heb vragen, mag je de e-mailadres gebruiken? En als ik dan zie dat je daarin een mail hebt gestuurd, zal ik daarop reageren. Maar ik wil het ook gebruiken voor dit filmpje. Voor de hulpvraag 1. Het e-mailadres is befreeisurrender@gmail.com. Befree, ik zal het ook onder straks ook bij de beschrijving zetten van dit filmpje. Maar befree is be.free@gmail.com. Surrender is surrender@gmail.com. Ik wil een verhaaltje vertellen wat, en dan zal ik straks vertellen wat die vraag dan is. Nou, van de week was ik dus op een meeting waarin ik werd gevraagd om te spreken online. Nou, helemaal super. Ik heb daar gesproken op die meeting en ik zat op Zoom, was een online meeting, in Friesland. En mijn verhaal gedeeld, super, ging allemaal goed. Mensen waren geraakt, prima. En ik werd daardoor bemoedigd. Maar toen zag ik dus dat mijn telefoon bijna leeg was. Dus die laadde niet goed op. Nou, stekker erin, nieuwe stekker erin, allemaal dingetjes gedaan. Hoe kan dat nou? Hij doet het niet meer. Nou, werd ik dus onrustig van. Want het telefoon, er staan mijn filmpjes op en er staan allerlei andere gegevens op. En oh jee, en nou? Nou, oké, geen probleem. De volgende dag ging ik werken en ging ik bellen met een fellow en die was teruggevallen. En dat raakte mij. Er was iets gebeurd wat mij raakte. Dus ik ging allerlei mensen bellen. En soms moest ik 8 mensen bellen tot ik iemand sprak. Maar het programma leert mij, ga net zo lang bellen tot iemand opneemt. En dan bellen de rest wel terug. Nou, dat belde een hele hoop terug. Geen probleem. Ik deel wat er op dat moment met mij gebeurde. Ik was nog steeds op allerlei andere vlakken ook onrustig. Maar ik zag het niet. Nou, oké. De 's avonds, op een gegeven moment kreeg ik een... ging ik ook bellen voor die telefoon te laten repareren. En nou, deze man die zei, ja, het kost een nieuw scherm en een nieuwe aansluiting. €190. Ik dacht, wow, veel geld. Nou, prima. En ik dacht, ja, maar dat is hij niet waard, want dan heb ik een nieuwe voor. Hij zei, maar maak het dus schoon met een stukje hout. Nou, prima, geprobeerd. Hij deed het helemaal top. Nou, hij deed het. Toen zei iemand tegen mij, ja, ik heb het ook gehoord, maar ik heb deze tip gekregen. Ondanks dat hij het al deed, ging ik hem daarmee schoonmaken. Toen deed het dus niet meer. Weet je wel, in mijn hoofd kwam er dus een... Ja, werd ik dus onrustig. Van, ja, waarom ben ik er nou aan geweest? Het werkte en nou werkt het weer niet. Weet je wel, en ik kon op een gegeven moment niet meer loslaten. Nou, dus, s'avonds naar bed... Stekker erin. Hey, hij werkt weer. Oh, fijn. Weet je wel, de volgende dag, ja, volgens mij zit daar iets. Weet je, zal ik het eruit halen? Trek, doet je het niet meer. Nou, hup, hij deed het niet meer. Nou, helemaal onrustig. Nou, op een gegeven moment de tip van iemand. Hè, blaas gewoon door met de compressor. Heb het niet goed gedaan. Boom, hij ontplofte. Nou, dan is hij echt kapot. Weet je wel, is hij echt kapot. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hè, ik ben zo ontzettend onrustig. He, ik weet mezelf geen raad meer. Waar is hier nou aan de hand? Nou, en dus wat gebeurt er op donderdag? Ben ik dus echt geïrriteerd. Kort lontje, ontevreden, boos. Ik ben geïrriteerd. He, mijn partner heeft het te ontgelden. Weet je wat? Ik ben geen prettig persoon op dit moment om samen mee in een ruimte te zijn. Ik loop op mijn tenen. Er is van alles aan de hand hier. Ja? Vrijdagmorgen, voor ik ga werken, ga ik mijn gebedstijd in. He? Want ik doe met mijn hogere macht bidden. En mijn hogere macht laat mij iets zien. Het is confronterend dit. Wat laat hij mij zien? Die onrust die ik voel, heeft te maken met oud gedrag. Wat is hier naar boven gekomen? Hebzucht. Geldzucht. Maar hoe dan? Nou, ga ik uitleggen. Ik ben bezig met iets voor mijn toekomst. Daarmee heb ik besloten dat ik dus geld opzij ga zetten voor als dat gaat werken. Een van mijn oude karakterdefecten was obsessief sparen van geld.
He, ik kon op een gegeven moment niks meer uitgeven. Dat had ik vroeger, was ik al een pin om geld uit te geven. Maar later, toen ik dus al clean was, was ik gefocust van als ik dat bedrag heb, dan hoef ik geen zorgen meer te maken. En dat bedrag werd gehaald. Wow, en dat bedrag. En steeds een stapje hoger. Mede omdat ik dacht van ik heb nooit eigenlijk iets, een doel kunnen stellen wat ik dan ook heb gehaald. Maar kijk eens hoe goed ik nou bezig ben, laat ik een nieuw doel stellen. En een nieuw doel stellen. En als er dan kosten gemaakt moeten worden, wou ik dan niet van die rekening halen. Zelfs zo erg dat ik geld wilde lenen bij de bank, omdat ik daar geld niet aan wilde. Nou, dat is echt, dan gaat er iets niet goed. Maar dat komt omdat het obsessief was met sparen. Ik kon daar geen geld meer van uitgeven. En nu liet God mij zien dat ik eigenlijk gewoon weer bezig was obsessief aan het sparen. Want ik had een doel gemaakt en ik had een rekening gekregen van de CZ. Van de ziekenfonds, onverwachte rekening. Die moest ik dus, dat geld moest ik daar dus van afhalen. En nu was ook nog mijn telefoon kapot. Moest ik ook nog van afhalen. En dat potje dan? Onrust. Onrust. Dus kwam mijn oude karakter weer de hoek om. En in mijn leven. En heeft eigenlijk mijn dag, 2,5 dag van mij overgenomen. Waardoor ik alleen maar in de irritatie zat. En natuurlijk was ik verdrietig omdat er iemand die ik heel erg, die ik lief heb in een programma, is teruggevallen. En wat daar allemaal gebeurd is. Tuurlijk. Maar er zat iets onder. Er zat iets onder. En wat ik dus merkte aan, wat er dus gisteren dan was gebeurd, is van, hè, ik mag vertrouwen. Sinds ik in het programma ben, gaat de ene deur naar de andere gaat open. Hè, er zijn deuren die zijn gesloten, die gaan niet meer open. Mijn hogere macht, die zorgt daar ook voor. Alleen ik heb dus gemerkt afgelopen vrijdag in contact met iemand in het programma, waarin ik iets van deze persoon vroeg en eigenlijk zonder dat ik het door had, was ik alleen maar aan het drammen. Doordrammen, doordrammen, doordrammen. Terwijl hij zei, Koen, doe eens rustig. Nee, bam, 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 bam. En gisterenmorgen, toen ging ik weer in gebed naar mijn hogere machten, toen gaf hij mij deze opening. Ik heb dus oud gedrag als het gaat over geld en hebzucht. Maar ook wil ik de controle hebben over deze persoon of over wat daar is gebeurd. En dat kan ik gewoon helemaal niet. En dat was heel confronterend. Ook om deze persoon een bericht te sturen en zeggen, hey, sorry man, ik heb gisteren een beetje doorgedramd. Ik heb niet geluisterd naar dat jij zei, je gaat te snel. Omdat ik gewoon gefocust was op een bepaald doel. En ik heb er nou in mogen zien. Hè? Wil het terugtrekken of ik wil je vergeven. En wat mijn vraag aan jou nou is, aan de andere kant van het beeldscherm. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hiermee omgaat. Of je dit herkent. Weet je, nu heb ik ingezien wat er aan de hand is. Ik heb het overgegeven aan mijn hogere macht. Ik heb vandaag weer rust. Gisteren had ik ook rust. Weet je, omdat ik het heb overgedragen. Ik heb het gezien. Ik heb heel veel mensen gebeld afgelopen dagen. Mijn sponsor gebeld. Meerdere mensen in het programma gebeld. Allemaal gedeeld. Op de meeting gedeeld. Ja, en ik heb gezien wat eronder zit. En daar ben ik gewoon echt heel dankbaar voor. Godzijdank zie ik wat eronder zit. En ga ik niet als een kip zonder kop maar door. En als ik het programma niet had, weet je, dan had ik het niet zo snel kunnen tackelen. Had ik het waarschijnlijk niet eens gezien. Dus ik ben daar in het programma ook gewoon heel erg dankbaar dat ik mag zien. Als ik mijn stap 10 elke dag schrijf. En stap 10 is eigenlijk stap 4, 5, 6, 7, 8 en 9 in 1. Dus ik heb gezien dat ik dus nu hebzuchtig ben. Geldzuchtig ben. Maar waar daaronder zit angst. Angst dat ik straks als ik mijn toekomstig doel waar ik dat potje voor wil gebruiken. En dat ik daar niet genoeg geld voor heb en daarom wil ik sparen. En wordt het dus door die angst, wordt het dus obsessief. En omdat het obsessief wordt, zit ik dus door die obsessief gedrag. Hè, zit ik dus in de oude gedrag van hebzuchtig. Dat is mijn stap 6. En wil ik daar iets mee doen, mag ik het overdragen. En ik heb daar dus ook omtrent daarover iemand alleen maar lopen drammen om in de controle te zitten over iets voor in de toekomst. En heb ik hem eigenlijk in stap 8 heb ik hem geschaad en ik heb dat al rechtgezet. Dus eigenlijk heb ik daarin gewoon het 12 stappen programma in mijn leven toegepast. En dat leert het programma mij. Godzijdank leert mij het programma dat. En daarom heb ik hier opgeschreven be.free.isurrender@gmail.com. Omdat ik het leuk zou vinden van jou aan de andere kant van het beeldscherm een reactie te krijgen of een antwoord te krijgen van hoe jij met deze situatie omgaat. Want dat vind ik nou net bijzonder. Om daarin te sparren. Om daarin met elkaar contact te hebben. Omdat ik dat nou enorm belangrijk en mooi vind. Omdat ik daar iets mee wil doen in de toekomst. En als je daar zit aan de andere kant van de lijn. En je zegt van, hey Koen, er is een live chat. Of dit zou wellicht iets kunnen zijn. Of heb je hier al aan gedacht. Of hier zou je mij en meerdere fellows enorm mee bereiken.
Alsjeblieft, stuur daar een mail en kom erin tot mij. Want het programma, dit kanaal is niet van mij. Dit programma kanaal heb ik al opgezet. Maar is om mensen daar aan de andere kant te bereiken. Zoals nieuwkomers. Om te bemoedigen, om voor herstel te kiezen. En dingen waar ze wellicht tegenaan lopen mee te kunnen helpen. Dus als je dat wil doen, help je mij enorm mee. Ik zou het leuk vinden als je even een duimpje achterlaat, omhoog of omlaag. Of even een persoonlijke reactie onder het filmpje. Zodat je mensen daar ook mee bemoedigt en mij. En daar wil ik je enorm voor bedanken. Ik wens je godsrijke zegen toe en tot de volgende keer. Hoi!